super mooi. Het begin van het jaar het EK Cross mogen doen. En dan nu het EK Indoor is echt de kers op de taart. Ja. Want ja, we kennen jou al van heel veel dingen, maar nog niet van dit soort indoor evenementen. Nee, ik ken mezelf eigenlijk ook niet van indoor evenementen. Dus ik heb 1 indoor wedstrijd gedaan dit jaar. En dit wordt mijn 2e aanstaande vrijdag. Dan maak je ineens deel uit van zo'n team met allemaal van die internationale sterren. Hoe is dat? Ja, ik durf het niet te zeggen, maar ik sta hier tussen een paar namen die ik eigenlijk nog niet uit durf te spreken, zeg maar. Ik durf niet zo goed te zeggen, hey Daphne. Ja, ik zit hier wel om een beetje omheen te kijken. De meeste ken ik natuurlijk al wel een beetje, maar het moet nog even binnenkomen dat ik daar ook bij hoor, zeg maar. Dat ik ook dat ik gewoon bij die groep hoor. En ik hoop dat ik ook dat dit weekend kan bewijzen dat ik ook echt, dat ik ook echt op zo'n EK thuis hoor. Een finale plaats, dat zou wat zijn, hè? Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik zat stiekem al de startlijst te bekijken en ik sta denk ik ongeveer top 15 geplaatst met Season's Best. Maar ja, er kan natuurlijk heel veel gebeuren in die series, maar ja, top 12. Ziet er dan wel redelijk goed uit. Dus ik ga gewoon mijn best doen. En ik weet van mezelf dat ik gewoon goed ben in kampioenschapsraces. Dus ik denk dat die finale plaats zeker mogelijk is.